Ik ben dokter Geert Lauwers, thoracale en vasculaire chirurg in het ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. Ik ga u een woord uitleg geven over een Hickman-katheter. Een Hickman-katheter is een katheter die in principe langere tijd ter plaatse kan blijven en die daarom een groot stuk onder de huid verloopt, zodanig dat de katheter 1 gefixeerd blijft en 2 geen infecties kan brengen. Deze katheter wordt geplaatst om zelden voeding toe te dienen, maar meestal om te kunnen dialyseren. Dit is een grote siliconen buis waar we voldoende bloed kunnen afnemen en teruggeven om op een korte tijd, dit wil zeggen 3 keer per week, je bloed te zuiveren zodanig dat er je nier kan vervangen worden door een kunstnier. Deze katheter kan onder algemene anesthesie geplaatst worden voor je gemak en kan soms ook onder lokale verdoving geplaatst worden. Algemene narcose wil zeggen dat u in principe de dag zelf mag binnenkomen en dat u nuchter bent, dat u vanaf 12 uur 's nachts niet meer gegeten of gedronken hebt. Voor deze ingreep dient u in principe niet gehospitaliseerd te blijven. U kan dezelfde dag naar huis. En om het vat goed aan te prikken en een zo klein mogelijk incisie te maken, wordt het vat gelokaliseerd onder echo en dan aangeprikt. Deze katheter wordt onder scopie geplaatst, omdat we de juiste positie van de katheter moeten bepalen. Dit gebeurt meestal onder algemene verdoving, omdat het tunnelen van de katheter toch wel enige pijn kan veroorzaken. De hechtingen moeten voldoende lang ter plaatse blijven en ook het verband mag niet door u verwijderd worden. Dit dient door deskundige verpleegsters aangelegd te worden. Dit om infectie van de katheter te vermijden. De katheters zullen verwijderd worden, 1 wanneer hun nierfunctie gerecupereerd is, of dienen soms snel verwijderd te worden bij het optreden van infectie of bij het beschadigd zijn van de katheter.